Lieve mensen, ik wist niet dat er al een liedje bestond dat speciaal bij deze prekenserie was gemaakt. Doen wat Jezus zegt. Ik ken het liedje niet. Leuk dat jullie het gevonden hebben van Ellie en Rickert. Doen wat Jezus zegt. Daar gaat het over, ook vanmorgen in deze preek. Die gaat over die bekende regel die in het kindermoment al uitgebreid aan de orde is gekomen. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is een heel bekende regel en eigenlijk is het fantastisch dat die regel zo bekend is. Want hier klopt het hart van het evangelie. Dit is de kern van de openbaring van God. Dit is de kern van het christelijk geloof. Dit is nu Jezus ten voeten uit. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Iemand formuleerde het zelf zo. Zou je de hele boodschap van Jezus, zou je alles wat het christendom leert, zou je de hele openbaring van God in de Bijbel in één zin willen samenvatten, dan zou die zin zo luiden, behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. En misschien vind je nu wel dat ik een beetje overdrijf. Want hoe zou het nou kunnen dat zo'n regel de kern van het christelijk geloof is? Misschien maak je je zelfs een beetje zorgen dat je denkt, nou, als we die kant opgaan in de kerk, dan wordt het allemaal wel erg oppervlakkig en horizontalistisch. Dat we maar gewoon een beetje goed zijn voor elkaar. En op weg naar deze preek kwam ik ook twee keer zoiets tegen waarin dat een beetje onder woorden werd gebracht. Het eerste was een Facebookbericht van een Rooms-Katholieke collega, een diaken. Die had een mail gekregen van een gemeentelid die wat bezorgd was. En die had geschreven, het geloof is bij velen diep weggezakt. Het evangelie is verwaterd tot goed zijn voor elkaar. Nou, dat vond deze mailschrijver ook een bijzonder zorgwekkende ontwikkeling. Het evangelie is verwaterd tot goed zijn voor elkaar. Maar deze katholieke collega die reageerde en hij zei een paar behartenswaardige dingen. Hij zei, hoe kan het goed zijn voor elkaar een verwatering zijn of een verdunde oplossing van het goede nieuws? Dan ben je toch vergeten dat Jezus dit zelf letterlijk verkondigt. Doe aan de anderen wat je graag hebt dat ze aan jou doen. Misschien herken je het ook wel, dat je ook wel eens een beetje denkt, nou dat geloof, dat is allemaal een beetje oppervlakkig geworden en een beetje verdund. En ja, als je maar een beetje aardig bent voor elkaar, een beetje vriendelijk. Ik kwam op nog een andere plaats iets soortgelijks tegen. Ik ben met een boek aan het lezen, dat heet Growing Young en dat komt binnenkort uit in het Nederlands, Samen Jong. En we gaan er in het jeugdwerk de komende tijd ook mee aan de slag. En daar worden 6 kernwaarden beschreven in dat boek van wat is nou belangrijk voor een gemeente die groeit en bloeit rondom Jezus. Nou, er worden 6 kernwaarden genoemd. Eén daarvan is dat de boodschap van Jezus serieus wordt genomen. Alleen de schrijvende auteurs, dat kan ook een verkeerde kant op gaan. En dan noemen ze 2 voorbeelden. Ze spreken over een moralistisch therapeutisch deïsme. Dat kan gebeuren in de kerk. Moralistisch therapeutisch deïsme. Daar heb je misschien nog nooit van gehoord. Dat is op zich wel heel interessant om daar eens wat van te horen. Want misschien herken je het ook wel. Moralistisch, dat betekent je moet gewoon goed leven. Therapeutisch betekent in dit kader even. Nou, geloof moet je gewoon een goed gevoel geven. En deïsme, dat betekent zoveel als er is wel een God. Maar hij bemoeit zich niet echt met jouw dagelijkse gewone leven. En de auteurs van het boek die zeggen dus, van dat komt veel voor in kerken. Moralistisch, therapeutisch deïsme. Dat is gevaarlijk, zeggen ze. Nou, ben ik het mee eens. Maar, en dan komt de tweede, dan zeggen ze, er bestaat ook zoiets als het gouden regel-evangelie. En daar moet je ook erg mee oppassen. Het gouden regel-evangelie. Want dat betekent dat je alleen maar goed hoeft te zijn voor elkaar. En die kant moeten we natuurlijk niet op. En ik vond het zelf een beetje schokkend. Ik was er zelfs een beetje van verbijsterd, moet ik zeggen. Dat op geen enkele plek benoemd werd dat dit iets is wat Jezus zegt. Jezus
zegt, behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. En dit is het hart van de wet en de profeten. Dat zegt hij erbij. Dus het is niet zomaar een verdwaalde losse regel waar je interesse in kunt hebben of waarvan je kunt denken, nou, dat is mooi. En als er christenen zijn die vooral christen willen zijn, willen zien als goed zijn voor elkaar, moeten ze dat vooral doen. Maar ik wil graag wat dieper gaan. Maar Jezus zegt dus, wat ik nu gezegd heb, dat is het hart van de wet en de profeten. Nou, daar moeten we echt even bij stilstaan, want ik kan me voorstellen dat je zegt van, nogmaals, moet het die kant op? Wordt het allemaal niet veel te oppervlakkig en horizontalistisch in de kerk als we dit serieus nemen? Er is nog een factor die het misschien wat compliceert. Evert zei dat Jezus deze regel bedacht heeft. Maar dat is niet zo. Deze regel komt eigenlijk in alle godsdiensten voor. In elke zichzelf respecterende levensfilosofie komt deze regel ook voor. Even een paar voorbeelden in het hindoeïsme bijvoorbeeld. Daar luidt het zo. Men moet nooit een ander aandoen wat men voor zichzelf als kwetsend ziet. Dat is de kern van de regel van alle rechtschapenheid. In het boeddhisme komt het ook voor. Wat voor mij onwelgevallig en onaangenaam is, is voor anderen ook onwelgevallig en onaangenaam. Hoe zou ik dan een ander kunnen belasten met wat voor mijzelf onwelgevallig en onaangenaam is? En laten we de islam er ook nog even bij nemen. Niemand van jullie is gelovig zolang hij niet voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst. Dus Jezus is niet origineel. Hij heeft deze regel niet bedacht. Je kunt zelf zeggen, Jezus is er niet mee gekomen. Het zat al lang in de Joodse traditie, deze regel. Rabbi Hallel heeft gezegd, wat voor jou krenkend is, doe dat niet je naaste aan. Dat is de hele wet. En de rest is commentaar. Dus als wij vandaag stilstaan bij deze regel, dan vertel ik geen nieuwe regel. Maar ik denk dat ik misschien wel iets nieuws vertel als ik wat duidelijker maak dan we misschien gewend zijn aan te voelen, dat dit het hart is van het christelijk geloof. Dit is de kern van de wet en de profeten. Dat past ook goed bij die Joodse traditie. Ik wil even twee woorden introduceren. Aan het einde van de preek wil ik nog een derde woord introduceren. Orthodoxie. Dat woord kennen jullie waarschijnlijk wel. Orthodoxie betekent dat je de rechte leer hebt. Dat je de goede overtuiging hebt. Een orthodoxe christen is iemand die de goede overtuigingen heeft. Het Joodse geloof is niet zoveel bezig met orthodoxie, maar met orthopraxie. Orthopraxie, het goede leven, het goede handelen. Dat woord ortho, dat kennen we ook wel uit andere woorden. Zoals bijvoorbeeld orthopedagogie. Hè, de juiste manier van opvoeden, onderwijs geven. Orthodontist. Hè, de juiste tanden goed op een rij. Orthoptist. Ik was laatst bij de orthoptist. Ik heb wat last van mijn ogen. En dan gaat de orthoptist daarnaar kijken. Die weet hoe je juist kunt zien. Hè, dus het woord ortho, dat komen we wel vaker tegen. Dus waarin het westerse christelijke geloof, orthodoxie, vaak heel erg hoog scoort, was in de Joodse traditie, of is in de Joodse traditie, juist die orthopraxie heel belangrijk. En vandaag zeggen we dus, als wij Jezus op zijn woord geloven, dan moeten wij ook zeggen, de orthopraxie, die is belangrijk. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen, want dit is het hart van de wet en de profeten. En het is in de toespraak die Jezus houdt en die wij de bergrede noemen, ook niet maar een verdwaalde losse uitspraak.
En daarvoor moet ik even vertellen hoe de bergrede is opgebouwd. Jullie vinden de bergrede in Matthäus 5 tot en met 7. En voor dit moment even drie onderdelen. Er is een grote inleiding, hoofdstuk 5, vers 1 tot 16. En een afsluiting, hoofdstuk 7 vanaf vers 13. En dan voel je misschien wel aan dat grote middendeel, dus de kern van de bergrede, Matthäus 5, vers 17 tot Matthäus 7, vers 12. En vers 12, daar staan we vanmorgen bij stil. En dat is dus het grote middendeel van de bergrede. En Matthäus 7, vers 12, die gouden regel, is dus niet een losse zin ergens uit de bergrede. Maar die vat samen wat er in dat grote middendeel is gezegd. Dus dat is goed om even tot je door te laten dringen. Niet zomaar een losse regel, maar het hoogtepunt, de climax van het grote middendeel van de bergrede. En dan is het ook goed om te zien, wat staat er dan in het begin, 5 vers 17. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. En dat werkt Jezus dan uit in het middengedeelte van de bergrede. Ik ben niet gekomen om de wet en de profeten af te schaffen. Let op de woorden die Jezus gebruikt. Wet en profeten. En dan gaan we dat hele stuk lezen. Dat gaan we dus nu niet doen, maar dat zou je thuis nog eens kunnen doen. Wat er dan allemaal langskomt. En dat wordt dan afgerond in 7 vers 12. En dan komen die woorden wet en profeten dus weer terug. En dan luidt het zo, Jezus die gezegd heeft, ik ben gekomen om de wet en de profeten te vervullen. Hoe ziet dat eruit? Zegt Jezus, behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Dus niet orthodoxie, maar orthopraxie. Niet de juiste overtuigingen hebben, maar de juiste levenswandel. Goed leven. En ik voel bij mezelf opnieuw, want ik ben natuurlijk ook opgegroeid en sta er ook middenin, in een traditie waarin orthodoxie altijd hoog werd aangeprezen. Dus het is ook een beetje spannend om deze dingen te zeggen. Maar als we de bergrede van Jezus serieus nemen, dan is dit dus wat Jezus zegt over de kern van het christelijk geloof. Het hart van de wet en de profeten. Sterker nog, dat woordje hart dat in de vertaling staat, dat staat er niet eens. Er staat gewoon, dit is de wet en de profeten. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Het gaat dus ook om een, ik gebruik even het woord duurzaamheid, dat komt zometeen nog even terug, maar nou in iets andere betekenis. Het gaat om een duurzame levensstijl. Behandel anderen dus steeds zoals je, dus dat is de grondtoon van je leven als christen. Steeds die ander zien en je inleven in die ander. Het hart van de wet en de profeten. Jezus zegt iets soortgelijks, maar iets minder duidelijk misschien. Als hij zegt van, er komt een keer een schriftgeleerde naar hem toe en die vraagt hem, wat is nou het belangrijkste gebod? En dan zegt Jezus, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en heel uw ziel en heel uw verstand. En heb uw naaste lief als uzelf. En Paulus, want Jezus staat ook niet alleen hierin. Paulus zegt in Galaten 5 vers 14, de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. En in Romeinen 13 vers 8 zegt hij het ongeveer hetzelfde. Wees elkaar niet schuldig, behalve de liefde. Want wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Maar wat houdt dit nou in, deze
regel, of eigenlijk, ik kwam tegen toen ik dit aan het bestuderen was allemaal, dat iemand zei van ja, de regel is eigenlijk een beetje een te magere formulering. Het is een visie. Het is de gouden visie van Jezus. Zo kijken we naar de wereld. Als wij ernaar verlangen dat deze wereld een betere plek wordt, behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. En Jezus spreekt hier primair over de omgang tussen mensen onderling. En nog iets specifieker, hij spreekt vooral over omgang met de mensen die vrij dicht bij je staan. Met wie je in één huis leeft. Met wie je in één buurt leeft. Met wie je veel tijd doorbrengt op je werk. Met wie je één kerk vormt. Mensen met wie je in één ruimte kunt zijn. Dat is het allereerste waar Jezus hier over spreekt. En wat dan het mooie is, het boeiende, is dat Jezus ons met deze regel of deze visie uitnodigt tot zelfreflectie. Dat heeft Evert ook mooi in beeld gebracht. Dat je eens even diep bij je nagaat, wat wil ik nou eigenlijk graag? En Jezus had natuurlijk ook kunnen zeggen, behandel anderen steeds zoals God het in zijn wet geboden heeft. Maar Jezus zegt niet, behandel anderen steeds zoals God dat in zijn wet geboden heeft. Behandel anderen steeds zoals jij zou willen dat ze jullie behandelen. Dat betekent dus dat je naar binnen moet keren. En je af moet vragen, wat wil ik nou heel graag? En je wordt ook uitgenodigd om naar de ander te kijken, om empathie te tonen. Wat wil die ander nou heel graag? En misschien voelen we aan dat het ook problematisch is. Want weet ik eigenlijk wel wat ik graag wil? He, Jezus veronderstelt dat dus wel, dat je dat weet. Maar ik hoorde van de week nog een podcast, een jonge man die had een vrij moeilijke jeugd gehad en die had geleerd om altijd maar te bedenken wat wil die ander. En zich daar altijd maar een beetje aan te passen. En daar liep hij in vast. En toen kwam hij in therapie. En toen moest hij leren wat hij zelf wilde. Want dat wist hij eigenlijk helemaal niet. En dat hele verhaal, dat is eigenlijk hierin voorondersteld. Dat Jezus zegt, je moet dus ook ontdekken, wat wil jij zelf nou graag? Wat is voor jou wezenlijk en belangrijk? Veel mensen weten dat niet zo goed van zichzelf. En dan is nog een andere kant. Als ik de regel iets varieer, dan zeg ik het zo. Veel mensen behandelen anderen zoals ze zichzelf behandelen. Veel mensen behandelen anderen zoals ze zichzelf behandelen. Sommige mensen zijn heel boos op alles en iedereen. Ze zijn eigenlijk boos op zichzelf. Sommige mensen hebben altijd kritiek op een ander. Ze hebben eigenlijk kritiek op zichzelf. Dus er komt hier eigenlijk ook wel een hoop psychologie bij kijken. En psychologie betekent gewoon dat je nadenkt over hoe zit ons denken in elkaar, hoe zit ons voelen in elkaar. Wij zijn mensen. En Jezus raakt dit allemaal aan in deze visie op het goede leven. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dit vraagt om zelfkennis. Een christen is iemand die tijd maakt om zichzelf te leren kennen. Om des te beter die weg te kunnen gaan die Jezus wijst in deze gouden visie. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Hoe ziet dat er concreet uit? Als wij, stel je voor dat je de tijd even zou nemen om vanaf 7 vers 12 even helemaal terug te gaan, terug te lezen als het ware naar 5 vers 17, het grote middendeel van de bergreden. Dan kom je daar heel veel plekken tegen waar je er al iets van ziet. Hè. Misschien wel het dichtstbij is dat stukje waar het de vorige keer over ging, niet oordelen. Hè, als we even stilstaan bij onszelf, dan weten we denk ik allemaal, we vinden het niet fijn als er over ons geoordeeld wordt. Op een negatieve manier over ons gedacht en gesproken wordt. Vinden we niet fijn. En doet het ook een ander niet. Is wat Jezus zegt.
Dus gij zult niet oordelen. Oordeel niet, omdat er niet over jou geoordeeld wordt. Maar als we iets verder teruggaan, dan gaat het ook over dat Jezus zegt, hè, jullie hebben gehoord dat gezegd is, je mag geen doodslag plegen, maar ik zeg, je mag zelfs niet schelden of iemand leeghoofd noemen. Wie vindt het prettig om leeghoofd genoemd te worden? Ik denk dat de meesten van ons zoveel zelfkennis wil hebben dat we dat geen van allen prettig vinden. Doe dat ook een ander niet. Jezus spreekt ook over huwelijk en seksualiteit. En dat is de laatste tijd ook heel veel in het nieuws als het om seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat. Zou deze visie van Jezus niet een heel belangrijke rol kunnen spelen als het gaat om het ontwikkelen van hoe je daarmee bezig bent, hoe je daarnaar kijkt? Behandel anderen dus zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Hoe ga je om met de lichamelijke integriteit van een ander? Door erbij stil te staan, hoe zou ik graag willen dat er met mijn lichamelijke integriteit wordt omgegaan? Nou, ik nodig jullie uit om zelf vanuit de bergreden nog veel meer voorbeelden te zien van hoe je dat ook praktisch maakt. Ik wil er nog eentje aan toevoegen over duurzaamheid, want daar zijn we als gemeente dit jaar steeds wel wat mee bezig. En we zullen straks ook weer voor bidden. Neem als voorbeeld van, wij vinden het denk ik allemaal belangrijk dat we voor het werk dat we doen een eerlijk loon krijgen. Ik denk niet dat iemand zegt, nee, dat hoeft van mij niet. Dat vinden we normaal. We krijgen een eerlijk loon voor het werk dat we doen. Hoe zit het met lonen van mensen in de derde wereldlanden die goedkope producten kunnen maken omdat wij daar te weinig voor betalen? Want zij krijgen te weinig. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dus deze visie van Jezus die helpt ons om door het hele leven heen op alle mogelijke vlakken te leren leven zoals hij dat bedoeld heeft. En dan kom ik tenslotte bij dat derde woord wat ik een tijdje geleden aankondigde. Ik heb het gehad over orthodoxie en orthopraxie. En ik wil het nu nog kort even hebben over orthognosie. Nou, daar hebben de meesten van jullie nog nooit van gehoord, denk ik. Het woord gnosis, een enkeling van jullie misschien wel. Dat is in de Bijbel het woord voor kennis. Gnosis. Orthognosie. Want wij moeten natuurlijk niet vergeten dat het Jezus is die hier spreekt. Jezus zegt, behandel anderen dus steeds als je zou willen dat ze jullie behandelen. En als wij willen leven volgens die visie, is het belangrijk om degene die ons die visie aanreikt te leren kennen. Jezus. Orthognosie betekent dat je Jezus echt kent. Dat je Jezus steeds beter leert kennen. Dat is het unieke van het christelijk geloof. Want we zullen er toch mee moeten dealen dat deze visie van Jezus niet uniek is voor het christelijk geloof. Komt in alle godsdiensten voor. Maar in het christendom is het wel uniek dat dit de visie van Jezus is. Jezus die jou redt. Jezus die jouw wijsheid is. Jezus die jouw verlossing is. Jezus die jouw verzoener is. Die Jezus, die zegt dit. En daarom is het zo wezenlijk dat we hem horen spreken. Dat we hem leren kennen. En juist de bergreden helpt ons om hem te leren kennen als wij helemaal terug gaan naar het begin van de bergreden en dat profiel van Jezus zien. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, gelukkig de zachtmoedigen, daar komt Jezus tevoorschijn. En elke keer als wij dichter naar Jezus toe groeien, zullen we door de kracht van de geest merken dat we steeds meer het verlangen krijgen om
volgens deze visie te leven. Behandel anderen dus steeds zoals je wil dat ze jou behandelen. Gelukkig wie anderen behandelen zoals ze zelf behandeld willen worden. Want daar komt het koninkrijk van God tevoorschijn. Laten we bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u Jezus hebt gegeven. Dank u wel, Jezus, dat u ons uw woorden hebt gegeven. Uw kijk op de wereld. Uw visie. En Heer, we zijn hier bij elkaar omdat we u graag willen leren kennen, steeds beter. We willen u dienen, we willen u volgen. We willen ons ook laten redden door u. En die redding van u, hier in dit leven, ziet er dus zo uit. En Heer, als we dat op ons in laten werken, dan voelen we ook allemaal aan hoe ver we daar vaak nog vandaan zijn. En we bidden u, vergeef ons dat. Maar u zegt het niet om ons te laten zien wat we niet kunnen of misschien zelfs niet willen. Maar u zegt het tegen ons om ons uit te nodigen. Heer, help ons om op uw uitnodiging in te gaan. Dank u wel dat het kan omdat u er zelf bij bent. Dat vragen we zo uit genade. Amen.